studio van ATV hebben we hier op bezoek Maureen Badula. Zij gaat ons dus wat meer vertellen over de internationale artiest. En dat is niemand minder dan Susanna Lubrano. Maureen, hoe gaat het met je? Goed, Simone, jij? Het gaat prima. Welkom in de studio van Dankjewel. ATV. Dankjewel. Nou, wie is Maureen Badula eigenlijk? Maureen Badula is de promotor van Susanna Lubrano voor de Caribbean. Dus ik ben in Suriname om de muziek van Susanna Lubrano te promoten. Wie is Susanna Lubrano? Susanna Lubrano is een internationale zoekartiest, award-winning zoekartiest moet ik zeggen, die dit jaar 15 jaar in het vak zit. Wat voor muziek maakt Susanna? En van waar komt Susanna eigenlijk? Susanna Lubrano komt uit Kaapverdië. De Kaapverdische eilanden zijn 10 eilanden voor de kust van West-Afrika. Daar is ze geboren. Ze is op haar 4e naar Rotterdam gegaan, heeft uiteindelijk daar gestudeerd. En is van daaruit haar muziekcarrière begonnen. Nou, jullie zijn zo bezig Susanna Lubrano te promoten. Het heeft een bepaald doel, want waarschijnlijk zit ze in een bepaalde periode van haar muziekcarrière. Ja. Waarom gaat het eigenlijk? Nou, Susanna Lubrano zit dit jaar 15 jaar in het vak, hè. Ze heeft al 5 soloalbums uitgebracht. Haar 6e is op dit moment in de studio aan het opnemen. En omdat de Caribbean het ideale gebied is voor deze heerlijke muziek, voor Souk Love, hebben wij besloten deze muziek, The Best of Susanna Lubrano, 15 Years of Music, dat is haar cd, haar laatste cd, The Best of, om die naar Suriname en de Caribbean te brengen ter promotie. Nou, het gaat ook lukken, want er zijn een heleboel zoekliefhebbers hier in Sweetie Sranakondre. Ja. We gaan praten over 2 hits of 2 pokus waar ze een award heeft gewonnen van. Ja. Nou, vertel eens even over die pokus. Nou, wat vooral belangrijk is, is Tudu Pabo. Daar heeft ze niet zozeer een award voor gewonnen. Maar wat je hier op de achtergrond ziet is Tudu Pabo. Dat hoor je ook heel veel vandaag de dag op alle radiostations, de grote radiostations. En ik zou ook de luisteraars willen zeggen, als je hem leuk vindt, vraag hem aan. En vervolgens hebben we nog 2 andere die ook op de best of staan, waar ze echt de Afrikaanse Grammy voor gewonnen heeft. En dat win je echt niet zomaar. De Afrikaanse Grammy Award, oftewel de Cora Award, heeft zij gewonnen voor het liedje Nya Sonyo. En dit jaar heeft ze de Cape Verdean Music Awards gewonnen voor een ander nummer, dat heet Festa Mascarado. Oké. Ze heeft een bepaalde muziekgenre en dat is zoek. Kan je een beetje wat achtergrondinformatie hebben of geven over zoek voor de mensen die het niet weten? Ik denk dat er heel veel mensen heel veel feel vooral bij zoek hebben. We kennen natuurlijk zoek. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben opgegroeid met Kasaf en zoekmachine, zoals de meeste van ons. Zo, jij naast ook zoek. Mm-hmm. Maar deze zoek is een whole other zoek. Dit is Zoek Love. En eigenlijk de roots van zoek. Eigenlijk zitten de roots in Afrika. Mm-hmm. Het heeft zoveel ontwikkelingen meegemaakt. De Franse Antillen, hè, dan denken we aan Kassaf en dergelijke. Dus het is een hele klassieke zoek. En deze moderne zoek heeft invloeden van Latin pop, heeft invloeden van R&B. En ja, dat maakt het hele net een modernere vorm van zoek. Nou, na deze promotie, Through the Caribbean, ja. Wat mogen we nog verwachten van Susanna? Nou, we hebben hele leuke plannen. We hebben hele leuke collaboraties in gedachten. Echt met artiesten die hier echt in gaan slaan als een bom. Dus wat dat betreft, een paar leuke collaboraties komen eraan waar ik even nog niks van kan zeggen. Want we zijn echt druk bezig ermee. Maar geloof me, er gaat nog heel veel gebeuren. En wat ons betreft, Susanna Lubrano, die houdt nu al van Suriname. Dus het is nu de vraag, hoeveel hou jij van Susanna Lubrano? Nou, en wanneer komt Susanna Lubrano naar Suriname? Ja, kijk, en daar gaat het nu om, hè? Alle kijkers, luisteraars, als jullie van de muziek houden, bel je local radio station, vraag die muziek aan en laten we kijken wat er gebeurt. Want hoe meer nummer 1 hits, hoe groter de kans is. Dat en hoe leuker het wordt als we straks met z'n allen dit grote feest gaan bouwen waar we nu al stiekem mee bezig zijn. Nou, goed, jij hebt het gehoord van Maureen Badula. Jij kan gewoon elke dag bellen naar de lokale radiostations. En natuurlijk blijf je kijken naar Teen Magazine om wat meer te weten over Susanna Lubrano. Zet gewoon alles erop, want wie weet kunnen alle zoekliefhebbers in Sweetie Sranakondre genieten met Susanna Lubrano. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel, Maureen. Heel graag gedaan. Dankjewel.